Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is te gast Anwar El Hadji, je bent van V-Links. Wat doen jullie? Wat wij doen is marktonderzoek, maar dan echt op een totaal nieuwe manier. Als je kijkt naar traditioneel marktonderzoek, nou, iedereen kent het al van de enquêtes, dan geef je aan wat je vindt van een product of van een dienst. Maar eigenlijk wat je beweert in zo'n enquête, dat hoeft niet per se overeen te komen wat je daadwerkelijk vindt van het product, of daadwerkelijk gaat doen, of het product daadwerkelijk gaat kopen of niet. En daar hebben we eigenlijk een oplossing voor bedacht, namelijk door marktonderzoek echt te maken. En dat doen we door middel van veilingen. En dat komt eigenlijk... Maar geven ze een voorbeeld, hoe werkt dat dan? Nou, we laten bijvoorbeeld, nou, stel je eens voor, we willen marktonderzoek doen naar een spa rood. En we willen weten van wat ben je nou ja, bereid om daarvoor te betalen. En wat we dan doen is, we nodigen je uit voor een online veiling. Je weet niet van tevoren welk product we jou gaan tonen. Dus het is echt totaal een verrassing. En op een gegeven moment laten we dit product aan je zien. En dan moet je dan aangeven wat je daar bereid bent voor te betalen. En het is niet een gewone veiling zoals op eBay of vakantieveiling. Dus niet tegen elkaar opbieden, zeg maar. Nee, dat is het niet. Het is een gesloten veiling. En dat betekent dus, je kan niet zien wat anderen bieden. Je moet gewoon zeggen, wat heb je ervoor over? Wat heb je daarvoor over? Ja. En het is een echte veiling, dus... Je moet ook betalen, bedoel je? Moet, als je vindt, dat betekent ook dat als ik zeg, ik heb daar best een 1 euro of 1,50 euro voor over, dat ik het dan ook moet kopen. Als je de hoogste bieder bent, dan moet je het ook echt kopen, ja. 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 En dat zorgt er dus voor dat je opeens, als je weet dat het echt is, hè, dus dat het je echt geld kan kosten, ja, dan ben je natuurlijk veel voorzichtiger, ben je veel realistischer over wat je van het product vindt. En dat is eigenlijk het mooie, is ja, als je kijkt naar traditioneel marktonderzoek, ja, daar is heel weinig vertrouwen in, omdat je niet weet wat mensen beweren. Dat is de belangrijkste reden, want dan gaan we even terug naar wat je aan het begin zei, dat mensen natuurlijk heel vaak die enquêtes invullen, sociaal wenselijke antwoorden geven. Exact. Of geen zin hebben, of chagrijnig zijn, en denken, ik hou niet van rode doppen en bij wijze van spreken. En dan, ja. Dat vertekent natuurlijk enorm dat soort onderzoek. Heel erg, heel erg. Je hebt ook te maken met culturele verschillen. Hè? Dus in andere culturen is het heel normaal om altijd super positief over te komen dan in andere culturen. Dus je hebt nooit echt een goed beeld van de realiteit. Ja. En dat is kwalijk. Maar hoe reëel is het dan? Ik probeer me het even voor te stellen. Van, ja. Ik doe mee aan die veilingen. Ik heb dat moment, heb ik honger, maar geen dorst. Ja. En dan komt er dus iets langs wat drinken is. Dus op dat moment heb ik er geen geld voor over. Nee, maar dat is juist mooi. Ja, maar dat zegt toch niet dat ik er geen geld voor over heb op een ander moment. Maar dat is precies het nadeel met een normale enquête. Is van mensen zijn best bereid te zeggen van, nou, ik ben bereid wel om €700 te betalen voor die nieuwe iPhone op een gegeven moment. Nee, wat eigenlijk waar een ondernemer of een onderneming veel aan heeft, wat ben je nu bereid daarvoor te betalen? Ja. Dus een snapshot van de werkelijkheid. Precies, en ben je bereid als je nu €700 biedt, dat je het ook aftikt? Als ja. Als je per ongeluk bent. Ja, en voor een groot deel van de bevolking geldt dat op dat ene moment maar niet. Maar onderzoek, als je zegt het is een online veiling, dan kun je, maar misschien zie ik wat over het hoofd ook, kun je eigenlijk bijna alleen maar prijsstelling onderzoeken, hè? Nou, die associatie wordt vaak gemaakt, dat veilings, dat doe je onderzoek met veilingen, dus dat heeft te maken met prijs. Maar eigenlijk draait het een beetje om. Wat wij meten is waardeperceptie. En door middel van wat je aangeeft, wat je bereid bent voor te betalen. En die waardeperceptie kun je eigenlijk voor heel veel zaken gebruiken. Dus niet alleen voor prijsbepaling, maar wat we ook heel vaak doen is A/B-testing, maar dan met producten. Dus we kunnen dan veel beter bepalen welke variatie of welke variant of welke propositie van een bepaald product of positionering van een product zorgt voor een hogere betalingsbereidheid. Je kan dan ook een vergelijking doen met andere producten. Dus stel je eens voor dat je wilt een nieuw product lanceren, maar je hebt 5 concepten, maar je weet eigenlijk niet welke van de 5 het daadwerkelijk het goed gaat doen op de markt. Nou, dan is zo'n veiling ideaal om dan heel snel te ontdekken wat de markt daadwerkelijk vindt. Ja, ook hier geldt natuurlijk dat je je panel groot genoeg moet zijn om enigszins representatief daar iets van te kunnen zeggen. Ja. Hoe doen jullie dat? Nou, we hebben hier in Nederland hebben we een eigen panel. Dus we hebben dat door middel van samenwerking met de universiteit hebben wij mensen uitgenodigd. Het zijn niet de studenten zelf, maar het zijn gewoon vrienden en familie van die studenten die in het panel zitten. En we hebben ook natuurlijk voor gezorgd dat het echt representatief is voor een heel Nederland. Op die manier hebben we dat panel opgebouwd. Maar zelfs dan, wij werken ook heel vaak samen met panelpartners. En dat zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in het verstrekken van representatieve steekproeven. En samen met hen zorgen we voor een goede steekproef voor een onderzoek.
Hoe groot is zo'n panel? Wat moet ik me daarmee voorstellen? Dat kan heel groot zijn. Vaak de limitatie zit in het onderzoek zelf. Hè. Dus we hebben in feite zouden we heel makkelijk met zo'n panel een onderzoek kunnen doen met 10.000 man. Maar eigenlijk heb je maar een paar honderd man nodig om mee te laten doen aan een onderzoek. Ja, daar denk ik meestal wat anders over. Als je echt goed gaat kijken, met name naar de mogelijkheden om natuurlijk te corrigeren voor deviaties in allerlei onderliggende factoren. Zeker. En dan moet je ook rekenen. Dat lijkt me sowieso het lastige van wat jullie aan het doen zijn. Want ik vind dat een interessant concept. Hè? Ja. Ik geloof absoluut dat als je mensen instantly vraagt van, goh, weet je, hier heb je een nieuwe telefoon en dat ding kan dat. Ja. Wat wil je daarvoor betalen? En iedereen zegt, Apple vraagt 1.000 euro voor me. Iedereen zegt, ja, maar 500, dan heb je een probleem. Ja. Maar het is de onderliggende dingen zijn natuurlijk het meest complex van wat jullie doen. Want je krijgt te maken met enorme statistisch gedoe en representativiteit en alle kritiek die daar vaak op is. Nou, dat valt reuze mee. Allereerst, behalve dat we dat biedgedrag meten, hè, dus hoe mensen gedragen in die veiling waar ze aangeven hoeveel zij bereid zijn te betalen, meten wij ook heel veel over wie die mensen nou precies zijn. He, dus we weten exact van hoger opgeleid, geslacht en andere demografische variabelen. En we meten ook over, hebben ze al een iPhone of hebben ze een andere telefoon. Daarmee hebben we al een totaalbeeld van de mensen die meedoen aan de veiling, van wie het eigenlijk zijn. En we kunnen dan A, vaststellen of het representatief is. B, als dat niet het geval is, dan kunnen we daarvoor corrigeren en weten precies waar we daarmee te maken hebben. Dus dat valt allemaal reuze mee. Dat probleem heb je wel trouwens met heel veel websites. Als je bijvoorbeeld een AB-test wil gaan doen, ja, dan heb je vaak heel weinig data. Het enige wat je hebt getest zijn twee verschillende variaties. En er komt dan op een gegeven moment een uitkomst uit, maar je weet dan niet of het representatief is. Nou, dat probleem hebben wij gelukkig niet. Behalve dat je echt een bot hebt, hè, weten wij ook heel veel over de mensen die meedoen. Is jouw team dan vooral statistisch onderlegd? Wat voor mensen heb je aan boord? Wij hebben ontwikkelaars. Dus we hebben echt, wij moesten toen wij begonnen, stelden we eerst de vraag van, zijn er bestaande tools waardoor we deze nieuwe methodologie kunnen toepassen? En het antwoord was daarop nee, die tools die zijn er nog niet. Dus we moesten echt vanaf scratch moesten we een eigen platform ontwikkelen. Dus we hebben ontwikkelaars in dienst. En daarnaast heb je gewoon ervaren onderzoekers nodig die weten hoe ze naar die data moeten kijken. Het mooie wel van de methodiek is dat het veel makkelijker is om mee te werken dan met traditionele data. Traditionele data zit vaak op zo'n Likert-schaal van 1 tot met 5. En waarom is het bij jullie makkelijker? Het is uitgedrukt in euro's. Je weet precies waar we het over hebben. Dus het is veel vanzelfsprekender. In feite wat we ook meten met zo'n veiling is zo'n vraagcurve. Nou, we hebben allemaal wel ooit een vraagcurve gehad op de middelbare school. Maar wat wij doen is de echte vraagcurve ook meten. En dat is veel natuurlijker om naar te kijken en te interpreteren. Een van de factoren waarom ik denk dat wij heel snel groeien, is dat klanten het heel fijn vinden dat het zo eenvoudig is. Wij beweren helemaal niet dat het allemaal abracadabra is. Er zit helemaal geen AI, er is helemaal geen machine learning. Het is juist heel recht toe, recht aan. Vind ik ook wel eens fijn om te horen. Ja. Het is allemaal echt recht toe, recht aan. Waar het om gaat is, er is nooit. Iedereen heeft het over big data, er moet meer data. Maar bij ons gaat het niet om big data, het gaat om reliable data. Pleit voor jullie, absoluut. Want wij worden soms helemaal gek van wij noemen het de bullshit bingo. Van, weet je wel, AI, machine learning, noem het maar op. Wat ik me wel afvraag bij jullie, waar zit het unieke van jullie bedrijf? Wat is er niet eenvoudig kopieerbaar aan? Nou, allereerst, je hebt natuurlijk de techniek, hè, dus het platform dat we echt zelf van scratch moesten bouwen. En ook de manier hoe dan de data. Ja, maar dat kan dan toch niet heel ingewikkeld zijn. De veiling zelf is heel eenvoudig. En ik zeg ook altijd, de veiling is zo makkelijk, dat kun je met pen en papier doen. Zo makkelijk is het. Ja. Dus dat geef ik gelijk toe. Dat valt heel goed te kopiëren. Maar wat wel een stuk lastiger is, hoe je naar die data moet kijken. Als je kijkt naar traditionele data, dat is het vaak normaal verdeeld. He, dus iedereen krijgt ook op de universiteiten en op hogescholen onderwijs hoe ze moeten kijken naar normale verdelingen. Ja, ja. Nou, maar betalingsbereidheid is niet normaal verdeeld. Dus er moet op een hele andere manier naar gekeken worden. Er zijn ook hele andere statistische testen die uitgevoerd moeten worden. Nou, dat platform, dat hebben wij ontwikkeld. En dat zijn we nog verder aan het doorontwikkelen. Nou, dat bouw je niet 1, 2, 3 eventjes na. Je moet überhaupt bekend zijn met de methodiek. Ik ben dit begonnen in eerste instantie als onderdeel van mijn promotieonderzoek. Dus ik heb eerst. Waarin? Wat? In marketing, in gedragseconomie. Okay.
En daar heb ik me in verdiept, in deze nieuwe manier van onderzoek, het beter begrijpen van consumentengedrag. En toen pas heb ik gezegd van, nou, hoe kunnen we dit beter naar kijken naar de data? Nou, die stappen, dat is nog niet eerder gedaan. En de kennis die ontbreekt nu ook bij heel veel van onze concurrenten. Dus als een concurrent nu zou besluiten om alles na te bouwen, de kennis hebben ze niet eens in huis om zulke onderzoeken te doen. Hey, kun je eens dat voorbeeld uit jullie praktijk geven van klanten van jullie, hoe ze jullie methode hebben ingezet? Wat het ze heeft opgeleverd? Nou, waar we vaak voor worden gebruikt is in innovatietrajecten. En dat betekent, denk aan een Unilever of aan andere merken die dan zitten met een aantal concepten. En voor hen is het nog niet helemaal duidelijk van welk concept gaat het nou echt goed doen op de markt. En wat wij kunnen doen voor ze is echt een realistische feedback geven vanuit de markt, door middel van zo'n veiling. Nou, zij kunnen dan heel snel beslissen, bepalen, met heel veel zekerheid, welk concept het heel goed gaat doen. En op die manier kunnen wij ze helpen met hun business impact. En heb je ook, hebben jullie ook nu inmiddels voldoende data dat in de praktijk ook zo bleek te zijn? Ja, ja. Kijk, allereerst moet ik benadrukken dat de methodiek, wat ook heel fijn is, in tegenstelling tot heel veel andere methodieken die er zijn binnen de marktonderzoekwereld, is deze methodiek is uitgebreid onderzocht. Het is niet nieuw. Het is in de jaren 60 is het echt overgepubliceerd. En sindsdien zijn er talloze experimenten naar gedaan en ook gevalideerd. Wat we ook hebben gezien is, nadat wij een test hebben gedaan met onze klanten, dan evalueren we jaar achteraf van wat heeft nou eigenlijk gedaan op de markt. Komt dat overeen? En wat wij zien is dat het heel erg overeenkomt met de voorspelling die wij hebben gemaakt. We kunnen dat nog veel beter valideren. Wat heel leuk zou zijn bijvoorbeeld, als we 5 concepten een keer testen en dan ook echt alle 5 worden gelanceerd. En dan kijken of onze voorspelling overeenkomt. Dat is meestal natuurlijk, kun je het niet controleren, want er worden er 5 getest. Exact. En dan gaat er maar eens, je komt er op de markt. Ja. Exact. Ja. Dus dat maakt het een beetje uitdagend. Maar wat betreft methodologisch en validatie, dat is al uitgebreid gedaan binnen de wetenschappelijke wereld. En wordt nog steeds trouwens gedaan. En wij zelf zijn continu bezig met onze klanten om dat verder te valideren. Ja, hoe doe je dat dan? Het kan op verschillende manieren. Er zijn verschillende vormen van validatie. Dus er is één vorm van validatie, is dat wij komen met een voorspelling denk aan testen waarin een product op 2 verschillende manieren gepositioneerd kan worden. Dus je kan bijvoorbeeld, denk aan een crème. En een crème heeft heel veel eigenschappen. Het voelt heel fijn aan. Of het heeft een bepaald effect op het huid. Wat we dan doen is, wij kunnen bepalen van tevoren welke claim het beste werkt. En diezelfde test kan dan weer opnieuw uitgevoerd worden in de markt, in het veld. En dan kunnen we kijken in hoeverre dat overeenkomt. Dus op die manier kunnen we dat valideren. Als je heel concreet maakt, moet ik me dat ook bij jullie product voorstellen? Want dat je zegt, je doet een AB-test, je hebt hetzelfde pot crème, je ziet er hetzelfde uit. En op de een staat een nieuwe crème, bla bla bla, goed voor je huid. En de ander die zegt, een nieuwe crème, bla bla bla, je ziet er 10 jaar jonger uit. Ja. Ja, en dan kijk je... Ja, welke het beter doet. En het verschil lijkt heel miniem, maar het is ongelooflijk hoe vaak wij zien dat het een impact kan hebben op waardeperceptie. Door simpelweg de claim aan te passen, de positionering van het product, kan echt een grote impact hebben op de perceptie. Ik ben wel benieuwd naar die panelleden van jou. Wie er nou met heel veel van die rotzooi thuis zit inmiddels. Je moet wel kopen. Je moet wel de lul. Als je te veel biedt, moet je het ook kopen. Nou, als het goed is, die zitten dus nooit met rotzooi thuis. Want alleen als zij winnen, dus ze wil heel graag het product hebben, dan krijgen ze het ook echt. Hè? Dus dat is het mooie hiervan. Dus alleen, omdat het een veiling is, alleen de mensen die het echt heel graag willen, die zullen ook de veiling winnen. En dus zorg je altijd voor dat mensen alleen het product in huis hebben dat ze ook graag willen hebben. Ja, ik zat even uit te zoeken, maar volgens mij zijn jullie sinds 2013, 2014 of zo bezig? Iets 2013 was het zeg maar echt een academisch project en de onderneming is eind 2015 begonnen. 2015, maar je hebt dan in 2014 heb je in Amerika geld opgehaald, of niet? We hebben toen een prijs gewonnen, een internationale prijs. $20.000 of zo? Of? Ja, ja. Ja. Ja, we hebben toen toen meegedaan aan een pitchcompetitie. Met dit idee? Met het idee alleen. Ja.
En dat hebben we toen gewonnen. Wat eigenlijk wel voor ons wel een validatie is. Want ik kom zelf niet uit de marktonderzoekwereld. Ja. Ja. Mijn compagnons die komen ook niet uit de marktonderzoekwereld. En op een gegeven moment geven we daar een pitch en we winnen. Ja. Ja. Dat is fantastisch dat. En in Amerika nog wel. Ja. En dat was en ook toen dacht je ook, nu gaan we doen. Ja. Nou, toen was het echt van, dit kan serieus iets worden. En toen zijn we langzaam maar zeker begonnen om echt een team om ons heen te verzamelen. Hey, ik dacht aan het begin, zei je, we groeien hard. Kun je even voor ons, dat we een beeld hebben van hoe dat dan sinds 2014 zich heeft ontwikkeld? Ja, dus eind 2015 hebben we het bedrijf echt opgericht. Toen zijn we echt begonnen. Toen zijn we in eerste instantie, waren we met z'n drieën om te beginnen. En toen zijn we langzaam maar zeker, hebben we klanten gevonden die willen dan gaan testen. Toen, in eerste instantie was ik verantwoordelijk voor het verder uitontwikkelen van het platform. Nou, toen hebben we heel snel programmeurs kunnen vinden. Nou, die zijn bij het team gekomen. Op een gegeven moment hebben we steeds meer en meer projecten. Dus op een gegeven moment hebben we ook onderzoeksmanagers nodig. Op een gegeven moment willen we ook, zeg maar, onze verkoopschalen, hebben we ook verkopers nodig. Dus op die manier is het elke keer uitgegroeid. Ja, hoeveel mensen heb je nu? We zitten nu 15 man. Oké, dus een serieus bedrijf geworden. Ja, kun je wel zeggen, ja. Nou, wat ik wilde vragen was, het algemene concept is helder en daarvan krijg ik zeg maar het idee, het gaat over prijsbepaling, waardebepaling, et cetera. Maar jij zei ergens in het begin ook, je kan hier eigenlijk veel meer mee doen met dit concept. Kan je daar eens iets over vertellen? Wat kan je hier meer mee doen? Nou, eigenlijk wat wij doen in essentie is het meten van waardeperceptie. En dan kun je daar eigenlijk heel veel verschillende vraagstukken kun je oplossen. Dus als je bijvoorbeeld de vraag hebt van welke groep consumenten waardeert het product het meest, die vraag kunnen we oplossen, kunnen we beantwoorden, omdat wij hebben de data over wat ze bereid zijn daarvoor te betalen. We hebben de data over wie ze zijn. Dus we kunnen dan door die twee te combineren met elkaar eigenlijk bepalen welke doelgroep eigenlijk het meest interessant is. Nou, dat is al een inzicht die we eruit kunnen halen zonder überhaupt naar prijs te kijken. Ja. Als een klant bij jullie komt, hoe gaat het proces in zijn werk? Want het is niet iets wat je gewoon maar, zeg maar, op je website kan doen, neem ik aan. Je moet echt wel met jullie deskundigen het hele traject gaan doornemen. Hoe ziet zo'n traject eruit? Nou, het begint met een need. Het begint met een behoefte. Aan een bepaald inzicht. Want vaak bestaat het een aantal vragen. Dus wij hebben dan wordt het contact gelegd met een van onze onderzoekers. En de onderzoeker helpt dan de klant om te kijken van, nou, hoe moet dan het experiment eruit zien, of hoe moet de studie eruit zien, om antwoord te geven op al die vragen. En op een gegeven moment, wanneer we daarover eens zijn, dan begint het project ook daadwerkelijk. Nou, dat kan eigenlijk best wel snel. Binnen een week kunnen we eigenlijk van start tot einde eigenlijk een rapportje opleveren, waardoor we antwoord geven op al die vragen. Maar we zijn ook bezig om eigenlijk dat platform openbaar te maken. Dat we het eigenlijk ook beschikbaar stellen aan de kleinere ondernemingen die misschien niet het budget heeft om een groot marktonderzoek te doen. Waardoor ze wel de techniek hebben om zo'n onderzoek te kunnen doen. En dat is wel een van de plannen die wij hebben voor dit jaar. Hey, wat mij ook opviel toen ik op jullie site zat te kijken, is dat jullie best veel samenwerken met universiteiten. Ja. Berkeley, Universiteit van Amsterdam, nog een paar. Ja. Hoe ziet dat eruit? Waarom doen jullie dat? Nou, dat is het mooie. Omdat het juist zo wetenschappelijk goed gefundeerd is, zoals wetenschappers, wij lossen ook een probleem op voor wetenschappers. Want de traditionele manier om onderzoek te doen met veilingen, om consumentengedrag te meten, is door echt studenten uit te nodigen in een klaslokaal te zetten en dan die veiling te doen. Dat is echt hoe ze dat dan doen. En wij bieden een platform aan waardoor ze eigenlijk op een hele schaalbare manier zulke experimenten kunnen uitvoeren. Precies, dus jullie platform wordt ook voor wetenschappelijke experimenten. Zeker weten, ja. Kun je een voorbeeld geven? Iets recents? Nou, er is recent zelfs een publicatie die heeft gebruik gemaakt van ons platform, waarin ze hebben gekeken in hoe je radicale innovaties het best kan positioneren. Dus als je een andere naam geeft aan een product waarvan je het nog niet in een bepaalde categorie kan zetten, wat voor invloed heeft dat op waardeperceptie? Nou, dan is ons platform daarvoor gebruikt. En het mooie is, juist omdat dat je dan heel goed kan aantonen van dit is gebaseerd op echt gedrag, wordt het ook eerder geaccepteerd door andere wetenschappers. Ja, hey, je zijn net 15 man in dienst. Ik zie een paar prominente klanten op jullie site, van Philips, Vodafone, Friesland Campina, Unilever.
Hoe ziet jullie businessmodel, omzet eruit? Ja. Dus één, weet je wel, waar verdien je geld mee? En twee, wat zijn je ambities? Want dit lijkt me een redelijk schaalbaar product. Nou, dat is het zeker. Hè. In zoverre, kijk, het verdienmodel is nu van, er komt een klant die heeft een bepaalde behoefte, die wil een marktonderzoek doen. Nou, soms is dat marktonderzoek in één land. Dat is allemaal custom, hè? Dus je komt met een vraag en dan krijg je een offerte. Of het is custom, ja. Heb je inmiddels een soort van self-service platform waarop je dit soort dingen... Daar willen we naartoe werken. Ja. Dus even wat echt... Dat vertelde je net, maar dat is er nog niet. Dat is er nog niet, op dit moment niet. Dus als je nu naar onze website gaat, kan je niet ergens inloggen, een account aanmaken en gebruik maken van het platform. Wat we nu echt op richten is van beter begrijpen wat de klant wil hebben aan mogelijkheden. En daar leren we heel erg van. En op die manier perfectioneren wij ook het platform. En dat hopen we op een gegeven moment aan de rest van de wereld ook beschikbaar te stellen. En dat zit echt zeg maar in in onze toekomstplannen. Eigenlijk zelfs op vrij korte termijn. Daarnaast, het verdienmodel is dat wij, we doen onze projecten. Nou, soms wil een klant één test doen in één markt, maar we hebben ook klanten die in meerdere markten testjes wil gaan doen. Nou, dan gaat het al snel, hebben we dan over grotere bedragen. En dat is eigenlijk waar we nu het meeste van onze omzet mee genereren. Ja, kun je groei zelf financieren? Of, tot nu toe hebben we het gewoon gebootstrapped. Ja, geweldig. Ja. Ja. Ja, dat is best knap. Ja. Dus, en je zegt tot nu toe, wil je dat ook zo houden of is dat niet haalbaar? Nou, het is wel degelijk haalbaar om... Nou kijk, het is wel haalbaar, maar het gaat altijd langzaam door het zelf te doen. Kijk, op zich zijn we redelijk... Ja, want het is zo'n stap van een product naar een platform. Dat kost over het algemeen natuurlijk ongelooflijk veel geld. Klopt. Dus daar zijn we ook heel voorzichtig in. Ja. Dus het mooie is nu dat we echt de tijd hebben genomen en nog steeds nemen om onze klanten beter te leren kennen, waardoor we zeg maar, die feedback kunnen gebruiken voor het platform, om dat verder te perfectioneren. Er zal ongetwijfeld een moment komen waarin we zeggen van oké, en nu willen we verder... schalen in zoverre dat we ook het platform beschikbaar stellen en dat we daarmee ook meer omzet mee gaan genereren direct. Dat zou een goed moment zijn om een investering op te halen. Ja, internationaal? Zitten jullie al in het buitenland? We doen 90% is internationaal van onze onderzoeken. We doen eigenlijk heel weinig in Nederland. Nederland is vaak een te kleine markt. Ja. En hoe vind je dan je klanten? Hoe zit je sales in elkaar? Heel veel word of mouth. Dus klanten, wij zijn bijvoorbeeld, doen wij het nodig voor Unilever. Nou, dan hebben we tevreden klanten en die vertellen het weer onder elkaar. En dan op een gegeven moment hebben we te maken met Unilever in Singapore of elders in de wereld. En op die manier doen we steeds meer en meer. Wat we ook doen is, we benaderen ook gewoon nieuwe bedrijven. Wij introduceren onszelf en we proberen op die manier binnen te komen. Dat is vaak een uitdaging ook, maar dat hoort er natuurlijk ook bij. En als we eenmaal binnenkomen, niet houden bij één project, maar kijken van wat kunnen we nog verder doen. Ja, je bent al 3 jaar bezig, of je zit in het derde jaar. Ja. Stel, we nodigen je over 3 jaar weer uit. Waar sta je dan? Wat is je droom? Waar ga je? Nou, waar ik heel erg in geloof is dat dit echt de gouden standaard kan worden van consumentengedrag. Dat eigenlijk de veiling, omdat het juist een reflectie is van de realiteit, dat gewoon de nieuwe norm wordt. Dus voor mij gaat het niet eens zozeer om omzet of dat wij een gigantisch groot bedrijf zijn, maar meer dat dit gewoon echt de standaard wordt. Want wat voor mij gewoon heel belangrijk is dat we gewoon een beter beeld hebben van de werkelijkheid. Want dat zorgt ervoor dat bedrijven sneller kunnen innoveren, dat innovaties ook daadwerkelijk succesvol zijn. En daar wil ik ook echt staan binnen 5 jaar tijd. Daar geloof je ook echt heilig in. Ja, ik vond het wel grappig dat op jullie site ook, volgens mij was het iemand van KLM of zo, de nieuwe business development manager, ook zegt van, god, dit kan de nieuwe standaard worden voor marktonderzoek. Ja, daar ben ik heilig van overtuigd. Ja, maar elke keer als ik de pitch doe, dan zegt hij van, het is eigenlijk best wel vanzelfsprekend dat dit eigenlijk de volgende stap is binnen marktonderzoek. Ja, met echt als je selling point ten opzichte van alle anderen, van dit is echt, put your money where your mouth. Exact. Maar laat alles zich dan meten door, alles zich bepalen door geld, want dat is wat jij zegt eigenlijk. Nee. Het geld is één manier om waardeperceptie uit te drukken. Je kan het ook op andere manieren uitdrukken. Geld is nu eenmaal de maatstaf die bedrijven gewoon heel belangrijk vinden. Maar in feite kun je dezelfde methodiek gebruiken op een andere manier. Ik maak ook vaak de grap, is je kan in feite ook een veiling doen waarbij je aan moet geven hoeveel kilometers je moet rennen om iets te krijgen. Dat hoeft niet eens per se in geld te zijn. Ja, ik vind wel altijd, ik redeneer ook vaak omgekeerd en dat haal je er niet uit van... Je krijgt natuurlijk heel veel dingen waarvan je zegt, dat wil überhaupt niemand hebben. Maar dan weet je nog niet waarom.
Allereerst, het mooie van de of veiling... mensen denken, ja, ik vind, waarom zou ik dat kopen? maar dan weet je nog niet waarom. Nee, klopt. Omgekeerd is makkelijk redeneren. Als iedereen het wil hebben, dan denk je, ja, we doen iets goed. Dat klopt. Nou, het mooie is van de methodiek die we gebruiken is, en dat zien we ook, dat als je het niet wil hebben, dan moet je gewoon 0 euro bieden. Dus we weten ook van mensen die het niet willen hebben. En wat we dan doen is, stellen dan vragen. He, dus er is iets kwantitatiefs en ook kwalitatiefs. In zoverre, je moet ook de why begrijpen, de waarom. Ja. Van waarom wil je iets niet hebben? Ja. Het kan zijn, nu is het niet het moment. Ik heb even geen geld. Een heel goed argument om daar, om daar geen geld aan te besteden. En op die manier proberen antwoord te geven ook op die vraag. Ja. Hey, hartstikke interessant. Laten we je over 3 jaar weer uitnodigen. En waar sta je dan? Doe eens een gok. Hoe groot ben je? Nou, 10-voudige van nu. 10-voudige. Mooie ambitie. Ja. Mooi. Absoluut. Ja, nou, ja, ik hoop dat je dan ook weer wil aanschuiven. Dat is namelijk het ons doel. Ja. Hey, ontzettend bedankt. Mooi verhaal. Jullie bedankt voor het kijken. Stekel, ik ben blij dat je vandaag gewoon weer een biertje hebt van onze sponsor, man. Ja, hartstikke lekker. Ja, Bier & Co. Waarom drink ik eigenlijk niet altijd van onze sponsor? Ja, omdat jij niets... Ja. Jij bent geen allesdrinker. Jij hebt een biertje. Je hebt een zeer ontwikkelde smaak. Nee, ik ben geen allesdrinker. Nee, dus dat is... Nee. Dit biertje staat jou goed aan. Ja. Dus dank daarvoor. We danken PQR voor de hosting van de website. We danken Jetstream uit Groningen voor de livestream van de uitzending. En we danken Freedom Lab voor de gastvrijheid, want we zenden hier vandaan uit. Iedere dinsdagavond weer. Kijk je live, blijf dan kijken, want zo direct weer een uitzending. Kijk je op niemand, dan weet je dat je ons hele archief van de afgelopen alweer bijna 7 jaar kunt plunderen. Dankjewel. Dag.